Ja, wat ik nou echt een geweldig boek vind is Mogelijkheid van een Eiland van Michel Houellebecq. Wat ik heel erg bijzonder vind in dat boek is in de eerste plaats de compositie. Het speelt zich zo af rond het jaar 2000, als een jaar of 2000 in de toekomst. En het heeft echt een heel vergaande visie over hoe mensen over een tijdsbestek van 2000 jaar kunnen veranderen en dan ook naar de toekomst toe. Het is geen cheesy science fiction verhaal, maar echt een doordacht verhaal over de toekomst van de mens op het vlak van zijn gezondheid, op het vlak van zijn seksualiteit. En ja, dat is gewoon ontzettend boeiend om te lezen en ik ben er zelf ook heel erg door na gaan denken over ethiek. Ook over seksualiteit, hoe we er nu mee omgaan, hoe we daar in de toekomst mee omgaan. En het is gewoon een geweldig boek en ik kan het iedereen aanbevelen.